De Ramadan is voor mij een tijd voor bezinning. Bewustwording van mijn religie, waar ik dus mezelf opoffer door mezelf te weerhouden van eten en drinken. Samen gezellig met familie, vrienden, denken aan de mensen die het minder breed hebben, ervoor zijn voor andere mensen, hulp aanbieden. Betere versie van jezelf zijn. Wees gewoon vooral trots op de stappen die je maakt, al zijn het hele kleine stappen. Lukt het jou niet om elke dag te vasten, maakt het ook niet uit. Het gaat altijd dat je moet beginnen met de juiste intentie en kleine stapjes maken. Ik wist al dat er, dat iftar is het moment dat je gaat eten bij zonsondergang. Nu heb ik dus heel veel nieuws geleerd over waarom en hoe dat dan te werk gaat. Ik vind het een heel mooi gebaar van Albeda dat ze stilstaan bij zo'n religieus feest wat te maken heeft met onze godsdienst. De taak voor onze studenten was om mee te denken over de invulling van de avond. Dus het programma vanaf 6:30 binnenkomst van de mensen tot aan 7:45 start van het buffet. We waren hier rond 6:30, hebben we meegeholpen met de opbouw zeg maar, van VIPs. Opbouw en afbouw, versieringen in de zaal gedaan. Mooi muziek, van alles wat, lekker eten. Heel goed georganiseerd, mijn complimenten aan het team. Ja, dit was echt fantastisch, serieus. Het was heel leuk en heel gezellig en ik heb heel veel nieuwe collega's ontmoet. We hebben ook telefoonnummers uitgewisseld. Uitgelezen mogelijkheid om kennis met elkaar te maken. Ja, heel erg te kijken zeg maar, hoe mensen in het leven staan. Om ook met andere culturen, met andere collega's of met studenten samen in gesprek te gaan over de Ramadan, over de iftar. Ik denk dat dat de wereld juist heel mooi maakt. Een stukje diversiteit waarin je dingen van elkaar oppikt. Dit heeft voor verbinding en verbroedering gezorgd, vind ik. Iedereen was positief. Ons missie was al geslaagd. Ja, heel mooi dat op deze manier verbinding wordt gemaakt met elkaar. En ik hoop tot een iftar volgend jaar weer.